Goedendag iedereen op deze 17 juli 2020. Ik ben hier aan de grensovergang met Kapellebrug, Hulst-Zeeland, al even verder. En dus hier de ingang van Stekene, België. Ja, sinds de 15e juni is de grens terug officieel open. Maar als men de huidige nieuwsberichten leest, ja, lijkt het wel dat het te België het coronavirus terug wat uit de hand loopt. Het is wel zo, men heeft beloofd dat de grenzen niet meer zouden sluiten. Dus alvast niet hier. Natuurlijk, men weet van vorige berichten dat alles mogelijk is. Want ik zeg, eerst ging de grens officieel opengaan de 9e juni. Dan is het de 15e geworden. Dus hier nog een beeld van de ingang, dus Kapellebrug, gemeente Hulst, Nederland. Dus aan de linkerkant kom je uit Stekene, Nederland binnen. En dus hier feitelijk uit Sint-Gilis-Waas. Dus we hebben die twee ingangen die zich kruisen hier. Om eventueel dus aan de rechterkant naar Nederland te gaan. Dus Hulst-stad is 4 kilometer van deze locatie. Dus ja, beste mensen, we kunnen zeggen dat hier aan de grens het leven terug zijn normale gang gevonden heeft, sinds een maand. En natuurlijk ook wel belangrijk dat de grens open blijft. Nee, wat ik zeg, als Zeeland terug afgesloten zou worden, men kan nergens weg. Men heeft enkel nog de Westerschelde-tunnel als uitgang om zich te verplaatsen. Eventueel naar de andere kant van Nederland of andere locaties. Zo, dat was het hier even nog. De Kapellebrug, Zeeland-Nederland op deze 17 juli 2020.